Hey jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Renske. En vandaag hebben we weer wat live Black Ops 2 gameplay. En vandaag is episode 29 van Facecam Vrijdag. En waarschijnlijk het eerste wat jullie opvalt is de plek van mijn Facecam dat die anders is. En dat komt ik helemaal op mijn tv gezet. En dit is eigenlijk een soort van testvideo, kijken hoe het eruit ziet. Want als ik hem daar kan laten staan... Oh jee, ik heb lag. Als ik hem daar kan laten staan is dat vele malen makkelijker. En kan ik veel vaker Facecam video's uploaden. En ik wist dat ik dit makkelijk... Oeh, ik heb mijn dood ook heel even snel weg, want dat is iets te ver. Hoppakee, hier zit er ook eentje binnen. Niet challenge waarschijnlijk. Oeh, hij zag me niet. Eerst even deze kerel afschieten voordat ik verder ga met praten. Want dat is belangrijk natuurlijk, eerste kills maken. Maar in ieder geval, zoals ik al zei, het is dan makkelijk voor mij om facecam video's te maken. Want dan kan ik mijn facecam, of mijn webcam gewoon laten staan. Dan hoef ik alleen op play te drukken. En nu moet ik hem constant pakken, moet ik een plekje vinden en moet ik hem weer neerzetten. Oh shit, teammate, weg hier. Ik speel trouwens Team Deathmatch in Amsterdam. Team Deathmatch op Amsterdam, dat klinkt wel stom, maar deze map, ik weet niet hoe die precies heet, maar het is in ieder geval in Amsterdam. En ik lag een beetje, dus ik ga die mensen niet challengen, want heel fijn vind ik dat niet. Er lagen twee mensen op de grond, ik weet niet of jullie ze zagen, ik zag ze wel. Maar in ieder geval, zoals ik al zei, dit is een soort van testvideo, kijken hoe die kwaliteit is, of dat het niet te ver weg is. Want het is redelijk ver weg dat ik van mijn tv af zit. En dan moet ik weer inzoomen en dan gaat de kwaliteit weer naar de kloten. Dus dat weet ik allemaal van tevoren dus niet. En hij ligt daar gewoon op de grond. Waarom liggen die mensen gewoon te campen? Dat is een beetje jammer dit. Ik lag echt erg. Ik heb een 3 bar en ik lag alsof ik een 2 bar heb. Best irritant. Ik ben bang dat ze naar mijn rug komen. Ik ga toch doorrennen. Enemies, hier. Waar zijn jullie? Hier was iemand. Ik weet zeker dat hier iemand was. Nou, in ieder geval, ik had gekozen voor Team Deathmatch. Want ik denk, even snel een video maken. Want het is 5:30 of zo. En ik wil toch deze video vandaag online komen. Het is Facecam Vrijdag. Dat moet echt vandaag online komen. Dus, het is wel belangrijk natuurlijk dat ik iets upload. Dus we gaan het gewoon proberen. En alsjeblieft niet doodgaan in mijn rug. Geen zin in nou. Pas op, hier zit iemand. Ik lag echt enorm. What the fuck? Het is eerder Denske versus lag of zo. Niet versus die enemies, maar versus de lag. Dan moet ik oppassen. Als hij naar binnen komt, ben ik fucked. Ik sta 8-0. Ik heb een 4. Ik heb echt geen 4 bar. Ik kan me wijs maken wat je wil, maar ik heb geen 4 bar. Hoppakee, we hebben één van mijn streaks hebben. Ah, ik heb bijna mijn orbital, want als ik volgens mij 1 kill maak, dan heb ik gelijk 2 streaks. Dat is het idee. Ah, dit is zo eng. Gewoon omdat je weet dat je niet alle gunfights kan winnen, vanwege die lag. Nee, nee. Kom op. Weg hier. Oh, dit is zo eng. Dit is fucking scary. Ik weet ook niet waarom ik deze streaks heb. Eigenlijk weet ik dat wel, want ik wou volgens mij headquarters doen, maar er waren helemaal geen lobby's te vinden, headquarters. Of in ieder geval, ik kon geen lobby's vinden. Maar dan komt ook op het moment dat moderate speel. En ik had gelijk, ik heb nou al bij mijn streaks. Net op tijd. In ieder geval, ik speel nou op moderate op de PlayStation 3. Terwijl ik op de PlayStation 4 juist gewoon open heb. Dus, en dat heeft te maken met jouw internet verbinding of met je port of iets die je open moet zetten. Op de PlayStation 4 is het allemaal open. Dat heb ik eigenlijk altijd open gehad. Maar de laatste tijd is dat ineens allemaal naar moderate gegaan. En dan switchen weer mijn strikt en al die onzin. En dat is niet gunstig. Dus laten we het daar maar op houden, dat is niet goed. Dus ik ga dit ding even hier flikkeren. Want ik zie dat alle enemies daar zitten. Ah, jammer, ik had de kill. Ik sta 11 mee. Met lag. Sowieso mijn lag. Je kunt zeggen wat je wil, maar dat is een feit. En dan staat er heel leuk 4 bar, maar dan weet je zelf eigenlijk al meer dan genoeg. Komt hij naar binnen? Ah, ik had verwacht dat ik die range niet zou hebben. Maar dit ding heeft best veel range voor shotgun. Dus ik speel eigenlijk nooit met shotguns, nooit echt heel veel gedaan. Nou ja, ik heb hem diamond, dus ik moet niet helemaal liegen natuurlijk. Ik heb hem wel eens gebruikt. Maar over het algemeen ben ik een persoon van de assault rifles, submachine guns en niet van de shotguns. Maar ik vind het gewoon geinig om ze nu en dan af te wisselen. Ook dat ik volgens mij een paar snipers schouten heb. Ik heb ze niet diamond, want er zijn zoveel irritante snipers die gewoon niet in one shot one killen. En dat vind ik gewoon irritant, dus daarom gebruik ik ze niet allemaal. Daarom heb ik ze ook niet diamond. We staan 19-1. Nou, volgens mij breng ik dit team wel naar de overwinning. Hoppakee, in Amsterdam hè. Ook al woon ik niet in Amsterdam, dat maakt niet uit. Het gaat om het idee. Ik vind het heel raar dat heel veel mensen denken van... Of in ieder geval denken. Ik zal het zo zeggen. Mensen buiten Nederland, die zullen waarschijnlijk ook echt denken dat Nederland er zo uitziet. Omdat ze zeggen, oh, dit is Amsterdam, de Netherlands, maar... Nee, ik switch net van wapen. Fuck! Ik switch net van wapen. Dat is echt zo oneerlijk. Zie dit. Nou ja. Het is nog redelijk goed. Als dit potje maar snel afgelopen is, dan heb ik tot 75 kills waarschijnlijk. Dus... Maar ik had het heel kort kunnen maken als ik nou die kills had gemaakt. Als ik nou mijn shotgun had, dan had ik hem gehad. En mijn AGR is er ook nog steeds. Dit was mijn favoriete setup van vroeger. En de bliksemt als een malle buiten. Ik weet niet of jullie het kunnen zien in mijn gezicht, zeg maar, die flitsen. Want jullie zien natuurlijk ook de tv. En nope, die mensen ga ik niet challengen. What the fuck is er ineens met het weer gebeurd, jongens? Ik heb net nog buiten gefietst.
En hoor dit! Oh, dit is awesome. Dit is echt awesome. Ik hou echt van Onwik. Ik vind het fantastisch. Ik vind het echt super vet. En ik kijk nog steeds naar de webcam. Ik kijk er nog steeds naar. In ieder geval, ik hoop dat dat geen invloed heeft op mijn internetverbinding. Dat ik nou nog traag kan uploaden. Oh shit. Nee! Waarom spawn jij in mijn rug? Hij spawnt. Ah, ik zag dat echt niet. We gaan er nou niet onder 3.0 eindigen. Hoppakee, die hebben we. We hoeven maar een paar kills. Oh, die kerel. Oh, wacht, ik heb ook een assault rifle. Hoppakee. Nee, oh, ik heb hem. Juist, juist. 34 om 3. Ik denk dat potje. Nee, ik wil niet dood. Ik wil niet dood. Ik wil niet dood. Alsjeblieft niet. Nee, oh, ik heb hem. Fuck yeah. 36-3, 12.0 KD. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop dat deze positie van de camera goed is. Want als dit goed is, kan ik dit ook gebruiken bij mogelijke livestreams in de toekomst. In ieder geval, dan wil ik wel... het hagel zelfs. Dan wil ik er zelfs een facecam bij doen. Maar dat gaan we allemaal nog proberen. In ieder geval, het is 2004, dus we gaan gewoon alles proberen te vernieuwen, te verbeteren. En gewoon weer tegenaan te gaan. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, laat een like achter. En hoop ik jullie de volgende keer weer te zien. Dus tot dan en hallo. Ik gespeeld heb, maar het is toch heel grappig om te doen. Dus het concept van deze game mode is gewoon dat je, ja, je hebt extra veel levens. Je kunt extra hoog springen. Het is free for all en je kunt wapens en perks oppakken. Dus het is... Ik heb ons cave staan. Ik heb mijn banden vergeten. Ik kan er niet meer vooruit omdat ik geen banden heb. Ik kan ze niet uitklappen. Nee! Ze hebben hun banden niet uitgeklapt. Zou ik jou proberen te duwen? Je weet hoe de afloopt, hè? Ik ga proberen te duwen.